vind het heel goed dat de hogeschool het initiatief heeft genomen om samen met andere hogescholen, bedrijfsleven, eens een keer te hebben over creativiteit en innovatie. En natuurlijk onder de prachtige titel Rotterdam maakt verschil. Ik zei net al een beetje Rotterdammers maken het verschil, want het gaat natuurlijk wel echt over ondernemerschap, over ondernemers en over mensen die ook met elkaar het verschil maken. We zijn hier samen om te praten over de creatieve industrie. De creatieve industrie is belangrijk voor de bloei en de groei in de gemeente Rotterdam. Er is geen probleem aan creatieve ideeën. Integendeel. Maar het probleem bestaat erin dat er moeten keuzes worden gemaakt. Het filteren, het ontwikkelen, het commercialiseren. Als je nu ondernemer bent, dan, en dat wil ik hier neerzetten, dan is het niet meer de ondernemer van 50 jaar geleden. Als je ondernemer bent, ben je ondernemer de hele wereld. En dat vergeten de mensen. Door het internet, door het toenemen, hele snelle digitalisering van de wereldeconomie, zullen wij de komende 15 jaar de wereld veel meer zien veranderen dan in de afgelopen 40 jaar. Nou, een van de kernwoorden is samenwerken. Je redt het niet meer alleen. Als je in de nieuwe economie geld wil verdienen, dan zul je moeten samenwerken met mensen uit verschillende disciplines. En het mooie van Rotterdam is, we hebben ze allemaal. We hebben alles in huis. We zijn heel goed in de medische hoek, we zijn heel goed rondom de haven. We hebben een prachtige creatieve populatie in de stad rondlopen. Dus kortom, het is er allemaal. Zoek het op, samen aan de slag.